In dit filmpje leer ik jullie over het half uur. We kijken eerst naar de kleine wijzer. De kleine wijzer zegt mij dat het net 12 uur is geweest. Dus ik schrijf 12. 12 uur. Ik kijk naar de grote wijzer. De grote wijzer staat naar beneden. Dat wil zeggen dat er 30 minuutjes voorbij zijn. Ik schrijf 30. We lezen 12 uur 30. Het volgende klokje. Ik kijk eerst naar de kleine wijzer. De kleine wijzer is op weg naar de 8, maar is er nog niet. Dus het is nog altijd 7 uur. Ik schrijf 7. Hier bij het uur. En dan moet er nog een nulletje voor. Dan kijk ik naar de grote wijzer. De grote wijzer staat naar beneden. Dus hij heeft al 30 minuutjes van zijn toertje gedaan. Ik schrijf 30. Ik lees 7 uur 30.